Goedendag, dames en heren, en welkom terug bij Astroneer. Oh yeah! Vorige aflevering zijn wij afgereisd naar de Barren Planet. De maan van de planeet waaraf dat wij op begonnen waren. En daar zijn wij een beetje begonnen met het Research Center opzetten. We hadden de printer volgens mij nog samen gedaan. Ik heb hiernaast nog een platform gebouwd, gewoon puur omdat ik het kan. Ik heb hier nog een beetje geëxploreerd op de planeet en hier zo deze kant op. Ik ben Terrace nodig. Alleen ik kan geen compound vinden. Hier heb ik een resin, een super resin plek gevonden. Dit groeit de hele tijd weer terug. Dus dan kunnen we hier gewoon heen en even wat resin harvesten. Dus resin, geen probleem meer. Maar compound daarentegen. Ik ben al een heel stuk aan het exploren geweest. En ik vond wel compound. Alleen, ik leefde niet lang genoeg om dat terug te brengen. En ook heb ik dat lijk niet terug kunnen vinden. Dus schijnbaar was ik zo ver weg. Zo ver weg van onze basis. Dat ik misschien wel de andere kant van de planeet had bereikt. Nou hebben we ook geen rover. En ik zat dus te denken, misschien moeten we hier ook een rover bouwen. Om deze planeet beter te gaan exploren. Maar aan de andere kant, misschien ook niet. Wel heb ik nog gevonden. En dat heb ik ook in mijn, oh, verkeerde knop. Deze. Heb ik ook in mijn pack gedaan. Is een battery, dames en heren. Oh yeah, een battery. Super gaaf. En dit hebben we dus kunnen maken met lithium wat we hebben gevonden. Ik kan dus verder niet zo heel veel vinden. Maar ik kan wel lithium vinden. Dat zal ik jullie zo ook even laten zien. Daar lopen we zo nog even heen. Waarom dat ik dat dan gevonden heb. Maar we kunnen dus wel een battery maken. Power generation hier. Die is dus nog niet top. Want oh, die kan ik daar niet plaatsen. Damn, dat is jammer. Ga maar even hier staan. Dan gooien we die organic, die gooien we even weg. Cool, oké. Battery. Als we nou wat power genereren, dan kunnen we dat in ieder geval storen. En je hebt no power, want ik heb je power net allemaal gebruikt en we genereren nu niks. Omdat dit zo'n kleine planeet is, dan gaan de dagen en de nachten ook erg snel voorbij. Jullie kunnen zien hoe snel of dat die zon ons voorbij raast. Oh yeah, dat gaat echt heel erg super snel. Dus veel solar power kunnen wij helaas niet genereren. Ik zal hier nog even deze kant op. Ook hier zitten allemaal nog caves. Ik heb eigenlijk wel over na zitten denken of we ze moeten gaan exploren of niet. Maar hier had ik dus de lithium gevonden. En ik denk dat als wij een boor of zo hebben, want dit kunnen we niet breken, dit groene spul. Daar kunnen we gewoon niks mee, zeg maar. Dat we hier ook nog wel een ander soort resource kunnen krijgen. Maar ik heb geen idee wat dat dan zo moet zijn. Wel is daar nog een beetje lithium. Krijgen we hem nog vol? Bijna zelfmoord. Yeah, oké. Nog weer een lithium vol. Nice. En ook heb ik dit gevonden, dames en heren. Oh yeah, nog weer een crash spaceship. Er staat verder niet zo heel veel bijzonders in. Een organic, een titanium en een copper volgens mij. Wel zit er weer een seed in. Die zouden we misschien kunnen gebruiken mochten we een rover willen gaan bouwen. Hier, research. Go. Nou weet ik het, dit soort research zouden wij ook wel op onze home planet kunnen vinden. Maar hey, als je het dan toch vindt. En kijk eens naar dit, dames en heren. Kijk daar dan eens naar. Holy crap. Dat is de planeet waar wij op begonnen zijn. Die draaien natuurlijk rondjes om elkaar heen. Weet ik veel of deze planeet een rondje draait om die of die om deze. Dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Maar je kunt dus ook daadwerkelijk de planeten zien. Vanaf het oppervlakte waarof dat je overheen loopt. De maan hadden we natuurlijk wel gezien. Maar toen wist ik nog niet dat dat een barren planeet was. En dat we daar dus gewoon heen konden. Hoe vet. En ik denk dat wij deze aflevering gewoon heel erg moeten gaan focussen op research. Research is toch echt wel een grote. Oh nee. Drop dat ding. Maar ik was dus een keer dood gegaan en ik was mijn tank kwijt. En de tank heb ik ook al gerebuild. Dus no problem. Dat hebben ze allemaal weer gedaan. We hebben hier best wel wat resources kunnen vinden. Go. Onderzoek. Oh, als dit ook geen screenshot is, dan weet ik het ook echt niet meer, dames en heren. Cool. Dat is een nieuwe resource. Daar hebben we dan nog niet heel erg veel eerder gehad. Gelukkig heeft de zon onze batteries al wel een beetje opgeladen. Wat zijn we eigenlijk nodig voor een windvane? Windding. Generator. One seat. Solar panels. Hebben we nog compound voor nodig? Dat kon ik dus niet vinden. Storage. Windturbine. Oh yeah, we kunnen wel een windturbine maken.
Moeten we alleen even kijken wat de beste plek is voor een windturbine. Want die dingen die zijn nogal gebonden aan waar of dat ze goed werken of waar of dat ze niet goed werken. En het lijkt hier wel een beetje winderig. Oké, hier is het niet winderig. Hier? Nee. Oké. Geen probleem. Hier dan? Oh, damn, daar kunnen we hem niet op plaatsen. Volgens mij waait het hier nog niet echt ergens, zeg maar. Kunnen we hier nog even proberen. Zetten we die solar panels hierop. Zo. Een windturbine is dus echt wel, daar ben ik inmiddels wel achter. Vooral dat heb ik met mijn truck heel mooi kunnen testen. Maar die is heel erg plaatsgebonden. Sommige plekken daar werkt die echt mooi. Het lijkt toch wel alsof het hier waait. Daarop dan, op dat ding. Kijk eens aan, dames en heren. Hier waait het dus wel. Misschien kunnen we een platformpje naar boven proberen te krijgen. We hebben net wat rest ingepakt. Dus we zouden wel wat hier naar boven moeten kunnen bouwen. Want power is toch nog wel een beetje een issue, zeg maar. Hier dan. Ah, helaas ook niet. Kunnen we dit met elkaar verbinden misschien? Ik denk het haast niet. En die Space Shuttle even aan de kant zetten. Dat wordt hem natuurlijk ook niet. Oh yes, succes. Oké, wij krijgen power. Nice. Maar goed dat we die rest in plek daar hebben gevonden. Laten we hier gauw nog wat research gaan pakken. Kunnen we er zo bij om dat allemaal te pakken? Of moeten we eerst die... Kunnen we die dingen om laten vallen misschien? Oké. Die dingen kunnen we om laten vallen. Dan kunnen we zo de research eraf grijpen. Nice. Oh, wauw. Oeh, yeah. Holy damn. En dames en heren, wat gaat het goed met mijn kanaal? Wat supporten jullie mij? Super gaaf. Het aantal abonnees neemt ongelooflijk hard toe de afgelopen weken. En daar word ik zo vrolijk van. Met jullie reacties, met jullie tips, met jullie trucs. Dus hou dat ook hier bij Astroneer gaande. Want op die manier leer ik allemaal nieuwe dingen. Alsof we aan het researchen zijn. Kom, ja, we gaan wat nieuws krijgen. Drillhead! Oh yeah! Oh, wat gaaf. Dan kunnen we, volgens mij kunnen we die op de crane zetten. En zo gauw we die dan dus op de crane zetten, dan kunnen we die harde rotsen die we net tegenkwamen, waar die lithium zat, die kunnen we dan ook met zo'n drillhead. Voor zover ik weet. Ik heb een beetje research proberen te doen. Maar hey, druk man, druk leven. Oké, go. Gaan we nog meer nieuwe dingen leren? Ik hoop het. Oh, je kunt niet jumpen als je... Ah, en het is weer gestopt met waaien. Oeh, dat is jammer. Hij deed het net zo goed. Research, go! Oh, wauw, wat is onze maan research basis gaaf. We hebben het al honderden keren... Oh, coal, oké. Coal is vast wel wat waard om te traden of zoiets. Ik ben er verder nog niet echt ergens voor nodig geweest. Maar ja, we moeten ook eerst nieuwe dingen leren voordat we kunnen zien of het weer ergens voor nodig zijn of niet. Kunnen we nog meer er zo afgrijpen hier. Dit lijkt op eentje die we op aarde ook al... Op aarde, zegt hij. Oeh, dit ziet er nieuw uit. Dit is een ander soort blok. Laten we eens even kijken of dat ook... Oké. Hier, alles heeft ook collision overigens. Ik kan het blok wel beetpakken, maar ik kan hem niet dwars door dat blok heen slepen. Dwars door het terrein heen slepen, zeg maar. Dus dan heeft hij ook echt collision. Wat ik gewoon super vet vind in de game. Het is een UI-loze game. Je kunt zoiets niet in je inventory doen. Het blijft altijd een blok. En dan vind ik het wel heel vet dat je het niet overal maar wat doorheen kan slepen. En dat het een ghost image wordt of zulke dingen. Oh ja, daar gaan we. Snij hem maar open. Oh, we gaan weer wat nieuws leren. Oh ja, wat wordt het? Space! Oh, spaceship. Kunnen we hier zo'n vehicle bij aluminum? Damn, aluminum hebben we net gebruikt in de windturbine. Dat moeten we hier ook nog weer smelten maken. Dus dat gaan we in ieder geval niet doen. Nieuwe research. Ik wil meer research. Wel hebben we hier koppen gevonden natuurlijk. Die koppen is ook altijd nog wel een keer interessant om te minen misschien. Heel veel koppen hier. Verder heb ik hier nog niet zo heel veel gezien. Maar ik ben ook nog niet een cave in geweest of zoiets. Want ik heb geen tethers. Ik heb geen compound. Dus gewoon nul tethers. Kunnen we erbij? Oh ja, ik zag hem. Oh ja!
En aangezien ik geen terrace heb, dan vind ik het exploren toch nog een beetje tricky. En volgens mij is het ook net zo dat we eigenlijk hier wel een hele grote base op moeten gaan zetten om enigszins hier een vehicle en dat soort dingen te kunnen maken. Dus misschien moeten we gewoon even weer terug naar onze home base planet. We zijn hierheen gegaan voor research, dus laten we dit ook gewoon bij een research center houden. Wat gaan we krijgen? Wat gaan we krijgen? Tell me. Oh, crap. Wat is dat? Aluminum. Eh, niet verkeerd. Niet verkeerd. Zetten we daarbij. We hebben daar nog een beetje koppen natuurlijk. Oké. Okay. Oké. Okay. Laten we nou eens naar deze rotsformatie hier lopen. Laten we hier gewoon eens heel even gaan kijken of we hier nog iets nieuwe boxen zien. Oh, fancy smancy. Is dat research? Oh yeah. Oh, dat blok ziet er nog weer geheel anders uit. Crap. Wat ook gaaf hoe die mechanic dan werkt. Dat die daadwerkelijk het verschil in die blokken niet alleen maar puur looks is. Maar dat het ook nog verschillende dingen oplevert ook. Hoe geweldig. Geweldig gaaf. Onze wind turbine die draait weer mooi. Dus we zouden weer genoeg power moeten hebben. En dat hebben we. Oh, leer mij nieuwe dingen. Leer mij nieuwe dingen. Oh yeah. Oh, wat nieuws. Oh, wat is dit gaaf, jongens. Wat is dit de gave mechanic van de game? Winch? Een winch? Dat is een winch is een lier. Een lier. Wat zouden we met een lier kunnen? Oh, dat lijkt me wel vet. Dat lijkt me wel heel vet. Een lier. Moeten we, wat is dit? Wat is dat groene bit zien? Oh ja, hier kunnen we niet. Oké, dat lijkt toch ook niet echt wat te zijn. Oh, wauw. Moet kijken. De megablok hier nog onder zit. Oh, dit is niet van plan om te vallen, denk ik. Oh, hij zit hier nog vast, joh. Hij zit hier nog vast. Of is dat het niet? Oké, nee, die kunnen dus niet omvallen. Oké, no problem. Die rode, die komt mij allemaal wel een beetje bekend voor. We kunnen hier heel even die gele pakken. Heel even die gele pakken. En die research, dat noemen ze allemaal unknown. En dat snap ik dan nog niet helemaal. Maar ook daar gaan we vanzelf wel een keertje achterkomen, neem ik aan. Oh, ik wil alles leren. Ik wil alle nieuwe dingen leren. Alle nieuwe dingen leren. Sowieso gaan wij straks terug naar de home base planet. En daar gaan wij. Daar gaan wij een space shuttle bouwen. Want die hebben we net geunlocked. Oké, resin als resource. Ik ga er nog even een paar blokken opgooien om te kijken of we nog wat nieuwe dingen gaan leren. Mochten we nog wat nieuwe dingen leren, haal ik jullie er weer bij. En anders dan gaan wij straks weer met de shuttle back to home. Oh yeah. En daar zijn we weer, dames en heren. Ik heb heel veel gedaan. Heel veel gedaan tussen de afleveringen door. Ik kon niet opnemen in verband met het geluid. Dus ik denk, ik ga eerst even wat dingen farmen. En zoals jullie zien, ik heb storages gemaakt. Ik heb compound gevonden. En niet een klein beetje. Insane amounts. Ik heb ook tethers kunnen maken. En die leiden naar een cave. Ik ben die cave in geweest. En ik ben er bezig geweest met het spelen met de landscaping tool. En wat is dat vet, jongens. Wat werkt dat ideaal. Dat werkt echt schitterend mooi. En ik heb hier klaarstaan een smelter. Ik heb hier klaarstaan een vehicle bay. Oh yeah. We gaan er gewoon proberen. We gaan er gewoon voor. Deze planeet die bevalt mij 100 keer beter. Als dat spawnplaneet, onze originele planeet ons bevalt. Want hier hebben we geen stormen. Truck? Nee. Shuttle? Nee. Spaceship? Oh yeah. Wat zijn we nodig? Koper. Crap. Ik heb natuurlijk een lading aluminum gefarmd. Maar is dat een probleem? Koper? Nope. Maar houden erin. Gaan we toch even die cave in. Ga ik jullie toch even die cave laten zien. En ga ik jullie vooral even laten zien wat of dat ik er allemaal mee uit heb gespookt. Oh yeah. Jij smelt dat maar alvast. No problem. We hebben hier geen insane grote power voorraden. Of wat we op die andere planeet wel hadden. Zeg maar een hele lading power gen. En power voorraad. En oeh, wat is dit nog dan? Aluminum. Wat is dit? Aluminum. Dat. Aluminum. Oké. Ik zie daar ook nog een al gesmolten blokje. Tuurlijk zit daar allemaal aluminium. Dat hebben we toch net gesmolten? Kopper. Nice. Dit is kopper. Yeah! Oh, we hebben genoeg. We hebben genoeg. Nee, mag ook. Laat ze hem daar. Daar. Oh. Het moment is daar. Ja. Oh. Ja. Super gaaf. Maar omdat we hier dus geen insane huge power amount hebben. Oh! Wauw!
ding is huge. Huge. Super gaaf, super gaaf. Maar we hebben hier geen Insane Power, dus ik heb hier niet de trading platform en de fuel generator ding gebouwd, zeg maar. Wel heb ik hier nog wat power opgezet. En dat ik er natuurlijk vanuit ging dat we nog weer terug zouden gaan met die shuttle. Misschien gaan we dat nog wel om even wat fuel te halen. Maar holy crap, dit ding is veel groter, veel gaver en veel vetter. Dus hebben we power nodig, zullen we nog heel even moeten wachten. Dus ren ik gauw naar de cave om jullie die even te laten zien. Oh yeah, kijk eens, hier is de cave. En kijk eens hoe netjes die cave eruit ziet. Hoe ongelooflijk mooi strak dit is. Hoeveel ruimte we hebben om te lopen. We zouden hier gewoon met de truck naar binnen kunnen rijden. Hier wordt het wat minder en hier heb ik net nog weer wat gemined. Maar compound. Compound om het leven, dames en heren. Kijk, daar zaten wat plantjes. Ik zal jullie ook laten zien. De cave hier. Dit was één en al planten die met van die stomme stekels die je doodsteken. Die research laten we gewoon zitten. Maar hier nog veel meer compound. En coal. En resin. Alles. Alles was hier te vinden. Zoals jullie daar zien, nog veel meer kool. Ik heb daar al wat plantjes verwijderd. En hier zit nog een hele lading aluminum en resin en research. Oeh, dat ziet er ook wel heel vet uit. Maar waarschijnlijk is dat niet al te vriendelijk. Wij zijn nodig. Kopper? Ik heb geen idee. Laten we het in ieder geval meenemen, want het zit hier. Verder is dit ben ik nog niet echt geweest. Eén keer ben ik gevallen, toen ben ik gauw hier weer heen gerend. Maar veel verder is dit ben ik dus niet gegaan. En eigenlijk, zoals ik zei, deze planeet die bevalt mij zoveel beter dan onze originele planeet. Misschien heeft dat wel wat met de update. Ah, oh, crap, geen power. We hebben boven ook geen power meer natuurlijk. Dus ik krijg ook geen power via mijn tether. Maar hier zit nog een heel stuk bij de cave aan. En nog kool. En allerlei hele gave dingen. Ik weet niet of het zo rijk... Oh, wat is dat? Oh. Oh, wauw. Dit is lithium voor de batterijen. Oh, dat kunnen we... Oh, wow, wow, wow. Wow, wow. Rustig. Dit is lithium voor de batterijen. Dat kunnen we natuurlijk altijd wel goed gebruiken. Onze backpack is vol. Onze backpack is vol. Oh, super gaaf. Wat een amazing cave. En dit is nog maar de eerste cave. De eerste cave waarop dat wij naar binnen rennen. Is dat Hydra? Is dat Hydra scene? Nee, niet erin vallen. Oké, okay, nice. Maak deze brug maar iets breder. En kijk dan, die Terra Shaping Tool. Als je met control inhoudt, dan kun je het vlak maken. En dat werkt echt schitterend, schitterend mooi. Oh, wow. Hier zit zelfs gewoon titanium. Dan is dat rode aluminum. Oh, yeah. Ik heb ook insane veel research dingetjes gedaan. Daar heb ik ook heel veel resources van gekregen. En dat helpt natuurlijk ook heel erg. Laten we naar boven rennen. Laten we naar boven rennen. En laten we hopen dat we inmiddels wat power gen hebben. En anders poweren we er gewoon weer bij. Want we hebben zoveel resources. Dit kunnen we alleen maar van dromen. Oh, yeah. Ik zie jullie weer back at the base place. Back at base. Laten we gauw even een battery erbij gaan bouwen. Oh, waar hier ook nog een lithium gaat. Who cares? Hoe meer batterijen, hoe beter. Want als we dan erop uitgaan, dan kunnen we hier wat meer power storen. En dat is altijd goed. Wow, wow, wow. Zo wordt het hier ooit nog een keer een fatsoenlijke base. Ik weet niet meer. Volgens mij waren we titanium nodig voor een wind turbine. Wind, solar panel, storage, wind turbine, aluminum. No prop, hebben we. Dat hebben we wel, geen probleem. Oh, hebben we hier nog meer lithium? Oeh, kunnen we ook nog een batterij maken? Yeah, nice. Oké, dus kunnen we nog een batterij maken? Kunnen we er gewoon nog een wind turbine maken? En dan zijn onze power props toch wel weer een klein beetje verholpen. Hoop ik. Gaan we vanuit, want het solar power is gewoon niet heel erg viable op deze barren planeet. Dan weet je nooit zeker of dat op elke barren planeet ook zo zal zijn. Oké, windvane. Het is hier wel in ieder geval extreem veel donker. En daarvoor hebben de wind turbines gewoon vrij weinig nut. Dus gaan voor nog zo'n wind ding. Go, go, go. Wat kunnen wij allemaal kwijt op onze huge space shuttle? Een crane! Oh, lijkt me wel vet, maar niet heel erg. Oh, dit is die nieuwe storage die we hadden natuurlijk. Die is gewoon een lading compound nodig. Dat hebben we. En anders halen we nog meer. No prop. Oh, yeah, go. Oké, huge, huge ass storage. Die wil ik zien. Die wil ik zien. Oh, hoe gaaf hoe dat er ook bovenop print.
Oké. Nice, maar dat geeft 8 storage slots en het neemt er 4. Dit is op zich wel nice natuurlijk als je... Maar om eerlijk te zijn, dan is het toch... Oh, nee, niet de kool. Nee, die kool, ja. Als ik gewoon deze storage pak, dan heb ik ook 8 storage slots. Alleen neemt het maar 2 bouwslots in. Misschien kunnen we wel beide doen, want we zijn natuurlijk ook... Oh, jij hebt geen power meer. One seat. Damn, dan plaatst die one seat verkeerd om. Ik wil hem andersom hebben. 3 seat. Dat zou cool zijn als we een keertje co-op gaan doen. Plaatst hij hem nu goed? Oh yeah, nou komt hij in ieder geval met de ronding naar buiten toe. Hoeveel compound zijn we nodig? Hoeveel compound hebben we nog? Wow, was dat de laatste compound? Damn, oké, misschien heb ik een beetje iets te veel compound alweer gebruikt. Er zijn er nog 1 nodig. Hebben we ergens nog eentje rondslingeren? Nee, we hebben onze windfeen inmiddels wel af. Eens even kijken, hier doet hij het. Oh, en hoe? Gauw, batterij. Drillhead, battery, go. Nice. Oh, wat heerlijk dat we zo'n lading resources al hebben gevonden. Hebben we hier nog compound? Oh, sweet. We hebben hier nog compound. Sweet, sweet, sweet. Dan hebben we een one seat. En dan denk ik echt dat we gewoon zo'n storage erop gaan zetten. Dat werkt altijd goed. Dat werkt altijd goed. Kunnen we ook zo'n batterij erop zetten? Heeft dat nut? Nee. Maar het kan. Het kan. Oeh, dat zou misschien wel interessant zijn voor een truc of zoiets. Dat zou dat nog wel een keer vet zijn, zo'n battery. Oh, en het is weer windstil. En het is weer windstil, dames en heren. Wij zijn nog nodig voornamelijk qua brandstof. One seat. Oké, crane. Crane past natuurlijk niet meer. Dat snap ik. One seat. Oké, verder kunnen we er ook niks meer op bouwen. Dat is no problemo. Wel zouden we op deze manier een hele leiding research mee kunnen nemen. En misschien... Ja, dat kan. Kunnen we misschien deze storage nog weer op die storage zetten? Is dat een ding? Oké. Hij maakt dus van 4, 8. Damn, dan zijn we nog een lading compound nodig. Om zo'n storage erop te kunnen bouwen. En dan kunnen we weer naar een andere planeet. Eerst zijn we hydrazine nodig. Hebben we nog rest in ergens? Hier is nog een beetje rest in. De rest in, dat hangt overal een beetje rond. Dat heb ik niet heel netjes opgeruimd. Oh crap, dames en heren. Dames en heren. Ah crap, ik baal er echt van. Ik had graag eerst willen vliegen. Eerst willen vliegen met die Space Shuttle. Oké, gaan we dat doen. We gaan nog een vlucht nemen met die Space Shuttle. Ik ga fuel fixen. B.O.B.'s. Oh yeah, ik ben nog even op een mining trip geweest. Ik heb fuel gevonden en nog een beetje compound voor storage. En mag ik erin? Laat mij in mijn Space Shuttle, Leggy. Who cares? Oh yeah, dat is een screenshot. There we go. Boop, take off. Hoe ziet dit eruit? Ik vind het nog wel jammer in die game dat je niet uit kan zoomen op een moment als dit. Dan mocht ik graag toch een beetje uitzoomen. Ga ik wel beter bekijken wat er allemaal gebeurt. Maar zoals je ziet, we kunnen echt storageception doen. We kunnen hier dus 4x8 storage kwijt. Dan kunnen we hier nog wat kwijt. Maar, zoals jullie waarschijnlijk al zien aan de tijd van de video, lopen wij tegen het einde aan, dames en heren. Kunnen wij al naar leuke planeten? Oeh, radiated planeet. Die gaan we eerst heel even een beetje bekijken. Ik heb fuel zat. Fuel zat en we vinden zo weer wat. We gaan eens even een voorproefje nemen. Op de Radiated Planet. Oh yeah. Dat ziet er heel en heel erg cool uit. Hij lijkt weer wat groter als de Barren Planet. Dat gaan wij de volgende aflevering doen. Dames en heren. Vanuit mijn Space Shuttle. Wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik heb er enorm veel van genoten. Ik hoop dat jullie dat ook hebben gedaan. Als je dat hebt gedaan, vergeet niet dat duimpje omhoog te geven. Wil je op de hoogte blijven van hoe die Radiated Planet eruit ziet? Abonneer dan even op mijn kanaal. En zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer. Appetje ho!